Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag spelen we Akinator. En ik speel het samen met Justin. We hebben 4 briefjes gemaakt. Ik heb hier nou al 1 briefje gepakt. Ik moet het personage Gerard Joling opzoeken. Zoals jullie kunnen zien. Ja, dat is Gerard Joling. En ik ga het gewoon proberen. Hij komt uit Nederland. Ja, is jouw personage bekend van YouTube? Nee, dat is hij niet. Kent je personage jou persoonlijk? Nee, ik ken Gerard Joling niet. Is je personage een man? Ja, soort van. Nee, hij is niet gelinkt met sport. Is je personage zanger? Ja. Is je personage homoseksueel? Ja, dat is hij. Is je personage blond? Weet ik niet. Is je personage lid van MSNT? Weet ik niet. Heeft je personage wit of grijs haar? Nee. Een anaconda, wat is dat? Weet ik niet. Oké, hallo. Nee. Nee. Oh, kut. Ja, dat is hij, want hij is 56, heb ik net opgezocht. Nee, hij is niet dik. Nee. Nee. Ja. In de film Gant speelt je personage, weet ik veel. Wat is een kans? Hoort je personage bij Gelijk Gamer? Nou, mensen van Gelijk Gamer, als jullie kijken en dan denken ze dat jullie homoseksueel zijn. Nee. Nee, het is geen YouTuber. Nee. Ja. Ja, hij was presentator. Heeft hij donker haar? Get wrecked. Nou mensen, tot zo. Gasten, Jordi is net geweest en nu ben ik aan de beurt. Ik heb Gordon gepakt en nee, hij is geen vrouw. Hij komt uit Nederland, jammer genoeg. Nee, hij is niet bekend van YouTube. Ja, hij was 46. Is je personage een zanger? Ja. Ja, dat is hij zeker. Is je personage blond? Volgens mij wel. Dat weet ik niet. Is of was jouw karakter van de toppers? Geen flauw idee. Heeft ze bruin haar? Ze nog wel? Nee. Ja. Heeft je personage een kat? Geen flauw idee. Gordon. Hij heeft het meteen geraden. Ja. Goh, zoek op mannen. Stop te drukken. Mensen, daar zijn we weer. Ik heb nou weer een nieuw briefje gepakt. Ik moet... Oh mijn god. Ik moet... Nee, dat was het verkeerde briefje. Die had ik net. Sorry. Ik moet David Harms opzoeken. David. Ja, ik weet niet of jullie het zien, maar ik moet David Harms opzoeken. Is je personage een vrouw? Nee. Oh, kut. Ja. Nee. Nee. Ja, hij maakt wel parodies. Nee. Is personage dood? Nou, ik hoop het niet voor hem, want hij uploadt nog. David Harms, hoe oud is hij? Dat weet ik niet. Ja, hij heeft een gamekanaal. Nee, het is geen PewDiePie. Nee. Is je personage bekend door Minecraft? Ja. Nee, hij is niet Canadees. Ja, hij woont in Nederland. Zit hij in de Kingdom Entropia? Weet ik niet. Heeft hij een bekende broer? Nee, dat heeft hij niet. Derp 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 der
fuck, even serieus man, wat is er mis met deze gozer? Nee. Nee! Oké. Als hij het niet goed heeft, dan ja, echt, fuck you. Ik ben nu op mijn vraag 61 en ik weet het echt niet meer. En dit ding loopt ook helemaal vast. Oké. Ik denk aan Lars van Schaik, YouTuber Valkyries. Oké, jullie... Ja, ik heb je 3 keer laten proberen. Het is je niet gelukt. Nu gaat Justin nog 1 keer. Dus, ja, hopelijk lukt hem het wel. Dus, shout-out naar Justin. Doei. Yo, gasten. Bij Jordi is het net niet geraden. Dus misschien dat hij hem wel bij mij kan raden. We hebben het personage Enzo Knol. Enzo is geen vrouw. Hij is geen zangeres. Hij woont in Nederland. Hij is bekend van YouTube. Hij heeft een bekende broer, Milan. Speelt je personage in The Kingdom? Nee. Is hij rechtshandig? Weet ik niet. Heeft je personage een oude broer? Ja. Houdt je personage van eten? Weet ik niet. Is deze persoon een vlogger? Ja. En zijn knol, hij heeft het meteen geraden. Bij mij heeft hij ze alle twee geraden en bij Jordi eens niet. En nou, bedankt voor het kijken. Like en abonneer. En we zien jullie.